Ik grijsde door heel verre streken, steeds mijn ogen uitgekeken naar al wat ik zag. Om heel veel wijsheid te vergaren, studeerde ik 20 jaren 18 uur per dag. Ik dacht dat ik van alles, alles wist, maar hoe verschrikkelijk had ik mij vergist. Want op een keer vroeg mij een heer, nou excuseer dat ik geneer, maar ik had graag een antwoord op mijn vraag. Waarom, waarom zijn de banaantjes krom? Waarom, zeg mij, waarom? Waarom is dit feit niet uit te leggen? Omdat vele mensen zeggen dat in vruchtjes zonder pit gewoonlijk er geen beentje zit. Waarom, waarom zijn de banaantjes krom? Waarom, zeg mij, waarom? Waarom? Ach, het zou ten alle tijden alle mensen wist verblijden als men zeggen kon waarom. En sinds die tijd ben ik gaan zoeken in de verst gelegen hoeken die ik vinden kon. Of er toch niemand was in leven die mij het antwoordje kon geven hier onder de zon. Ik ging van Brussel tot Amerika, van Amsterdam tot in Noord-Afrika. En keer op keer vroeg ik toen weer, nou excuseer dat ik geneer, maar ik had graag een antwoord op mijn vraag. In Holland, waarom, waarom zijn de banaantjes krom? Waarom, zeg mij, waarom? Waarom is dit feit te expliceren? Omdat mensen pretenderen dat in vruchtjes zonder piet habitud er geen beentje zit. Waarom? Waarom zijn de banaantjes krom? Waarom, zeg mij, waarom? Waarom? Ach, het zou mij raviseren, moest u het mee detailleren als men zeggen kon waarom. In Spanje, quizas. Quizas als vorm del bananas. Quizas, quizas, quizas. Io te quiero mio madre, un acuerto mio padre. Io avevo letto re andando a caffè ore. Quizas. Quizas als vorm del bananas. Quizas, quizas, quizas. Io se arriba a España, Franco est una banana. Quizas, quizas, quizas. In Frankrijk. Pourquoi les petites bananes vont-elles comme ça? Pourquoi, dites-moi, pourquoi? Oh, je voudrais que tu m'expliques cette forme excentrique. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'os dans ce petit machin-là. Pourquoi les petites bananes vont-elles comme ça? Pourquoi, dites-moi, pourquoi? Je vous le demande sans rire, si personne ne peut me dire pourquoi, pourquoi, pourquoi. In England, why are little bananas so shy? Why, please tell me why? Oh, you hardly could believe me, but this thing is gonna grieve me. Mr. Churchill says it's true that bananas are good for you. Why are little bananas so shy? Why, please tell me why? Do you know a better thing as bananas with plum pudding? Why? In Duitsland. Waarom sind die bananen krom? Waarom, sag mir waarom? Unser Führer möchte fragen, warum jemand das kann sagen. Für die Reichskanzlerei ist das ein großes Schweinerei. Warum sind die Bananen krumm? Warum, sag mir warum? Den Krieg ja zu vergessen, müssen wir Bananen fressen. Warum, darum, abschum.